Hoi allemaal en welkom bij deze nieuwe video. Ja, ik zit dus in een hele andere setting, een hele andere gedoe. Ik ben verhuisd. Dat is hier te zien. Er komt nog een andere video over, maar momenteel heb ik een andere video voor jullie. Ik ga binnenkort uitleggen in een andere video waarom ik ben verhuisd. Want ik laat mijn kamer zien en gewoon alles om me heen. Het enige wat ik nu heb is een matras op de grond en wat spulletjes hier. Hierachter is letterlijk helemaal niks behalve een kast en kleding. Dus momenteel heb ik helemaal niks. En het is al zonde om te laten zien van hoe het nu is. Maar er komt dus een video als mijn meubels eigenlijk binnen zijn. Want ik moet nog alles in elkaar zetten. Ik mis nog een bureau en ik mis nog een heel bed. Het is letterlijk een matras op de grond. En ik mis nog een kast. Dus die komen nog allemaal. En ja, daarom heb ik andere video's dan Let's Plays deze week. En Let's Plays op de grond. Dus dan speel ik dan waarschijnlijk zo aan mijn laptop op schoot. Ik zie het nog wel, maar nu heb ik een heel andere video voor jullie. En dan ongeveer over 2 weken. Een week komen mijn meubels binnen. En dan laat ik tenminste mijn kamer zien. Hoe en alles erop. Maar nu, zoals je aan de titel kan zien, heb ik een unboxing van Slijgpaardje. Ik heb er heel veel besteld. Nou, besteld. Gekocht over de maanden heen. Waarom is gewoon omdat ik leuke dingetjes zag en oude modellen zag. En die wilde ik graag hebben. Dus hier zijn mijn pakketjes. Het zijn er 5. We gaan beginnen met de envelop. Ik kan de achterkant niet laten zien. Want hier postzegels en adres en zo. Voor mij mag je allemaal gezellig op de thee komen. Maar dat wordt een beetje druk. Dus ja, we gaan beginnen met de eerste. Ik had misschien een mesje moeten pakken. Of een schaar. Dat is een schaar. Maar oké, jij kunt het wel openschudden. Voor zover. Oh, deze heb ik heel goed ingepakt trouwens. Holy shit, jee. Hoe hebben ze dat ingepakt? Oh, kijk. Het is een grote envelop. Maar ze heeft hem dubbel gevouwen en dichtgeplakt. Oh, ja. Tada. En nog wat meer inpakkingspapier. Heel fijn als mensen ze goed inpakken. Dat vind ik heel leuk. Maar het is ook irritant, want het is heel veel afval. En de eerste is hier. Ik zal het laten zien. Kijken. Het is dus de oude vries. Ik zal nog wat close-up shots gaan maken van de vries, zodat je het goed kan zien. Dus dat is onze eerste pony die we hebben. Of paard, hij is best wel klein. Vergeleken met andere. Maar ik vind hem echt super tof. Hij is wel een beetje beschadigd aan de kant. Maar en ook stoffig. Maar dat is op te lossen. Ja, dat is het nummer 1. En dat is ook de enige die in de envelop zat. Dus ik begon met de envelop. Maar we gaan door naar de wat grotere pakket. Dat is deze. En hierin zitten er een paar. Maar ik weet niet hoeveel. Want in deze zitten allemaal wel wat meerdere. En ik had er eentje had ik losbesteld. Want die heel goedkoop was. En eigenlijk zou ik hem ophalen. Oh ja, ik moet er nog eentje ophalen. Maar dat maakt het niet uit. En oh, hier hebben we dus meerdere. In plastic dingetjes. Ik ga ze dus allemaal even uithalen. Ik ben heel blij als mensen ze goed inpakken. Al die kunnen ze ook in doos waar ze allemaal los in zitten. En ik hoop niet dat ze helemaal stuk zijn. Oké, dus dit is helemaal leuk. En het zijn er volgens mij 4. Het zijn er 4, ja. Oké. En dan hebben we de eerste. Oh, dit is echt heel mooi verpakt. Kijk, hier is zo'n tasje. Zo'n tasje. En dit hebben we allemaal een kartonnetje. En dan hebben we hier de eerste. De grijze rijpony met vaantje. Dat is nog helemaal origineel. Hij is wel helemaal beschadigd. Maar het vaantje zit eraan, dus dat is wel leuk. Kijk, helemaal nieuw nog. Met het, zelfs het vaantje er nog aan. Dat is echt super gaaf. De grijze rijpony is echt mijn lievelingsmodel. Alleen je ziet hier heel goed dat hij al flink beschadigd is. Maar ja, weet je, een beetje verf kan het helemaal oplossen. Dus ik weet nog niet of ik ga repainten of niet. En of ik dan het vaantje er wel aan laat. Want dat vind ik wel fijner om aan te laten. Omdat het zeg maar, ja, het is vrij uniek. Maar het vaantje zit best wel los. Dus die kan ik ook al mijn andere grijsrijpony heen doen. Die minder beschadigd is. En dan de volgende die ik ondertussen heb uitgepakt is een oud sluisverle. Oorscherp. Niet ik.
Nou, je ziet het niet heel erg perfect. Maar dat is dus een van de eerste sluispaarden uit 1992. Je hebt er nog een bruine van, ik heb de zwarte. Ik vind het super schattig, maar ze zijn echt alleen maar zwart. Maar die kunnen we heel mooi neerzetten. En dan heb ik er nog twee. Dat is dan deze. Ik ga hem even lekker uitpakken. En je ziet al wat het is. Ah, mooi, hij heeft hem met aalstrepen opgestuurd. Hij had er dus twee en eentje had dus geen aalstreep en eentje wel. En ik wilde het met aalstreep, maar was ik vergeten te zeggen tegen degene die deze oude modellen verkoopt. Maar deze is dus vrij nieuw. Kijken of ik hem... Yes. Dit is een oude Sluisfjord en hij komt uit 2000. Ik vind hem zo cute en hij is wel een beetje aan de gele kant. Maar dat maakt niet uit. Ik zet hem neer. En dan heb ik de laatste van dit pakket. Dat is dus een paard die ik echt heel lang wilde. Eigenlijk puur omdat het van het paard was. Dat is dus deze. Kijk of je het goed kan zien. Nee, ik kom nog wel close shots, maar dat is dus deze Pinto. En deze Pinto komt van de huifkar vandaan. En dan heb je de Pinto en nog een lopend paard. En ik wilde heel graag deze Pinto hebben. Dus komt uit 2001, is het normaal aan de huifkar vast. Maar deze heeft hij losverkocht, maakt niet heel veel uit. Want dat is eigenlijk het enige wat ik van die hele huifkar wilde hebben. Want ik hem eigenlijk super leuk vond en een super, eigenlijk volgens mij een vrij nieuw model is. En geen exclusief. Ik weet niet of er een originele variant is van deze. Met gewoon andere kleuren. Als dat wel zo is, laat het me weten. En dan gaan we door naar de volgende pakket. Deze zit dus wel heel goed tegen tape. Dus eigenlijk heb ik hier schaar nodig. Maar waar die is, weet ik niet. Ga ik proberen hem helemaal zelf open te maken. Wat tot nu toe nog vrij goed gaat. Dus als het kapot gaat, de doos maakt niet heel veel uit. Okay. Oh, we hebben een opening. Kijken. Oh, het is niet echt helemaal optimaal. Nee. Deze moet helemaal open. Zo. Maar het gaat. Yes. Deze zit er ook vrij los in, maar er zit wel piepschuim omheen, dat wel fijn is. Oh ja, deze is dus wel binnen. Ik had dus nog een pakket, maar die is nog niet binnengekomen. Dat vind ik jammer, dus moet ik even kijken welke dat is. En dan laat ik hem waarschijnlijk misschien, als ik deze video nog niet online heb, de achteraf zien. En anders zie je het op mijn Instagram. Maar ik dacht dus dat deze nog niet verstuurd waren. Maar blijkbaar wel. En dat is dus deze pony. Deze is een veulentje. Van slag, ja. Dan heb ik nog een ander veulen, dat is de Lusitano veulen. Een oude. Die vind ik heel schattig. Volgens mij had ik dit ooit Spirit genoemd of zo. Maar dat is dus de Valk Andalusier. Andalusier of Lusitano veulen. En dan heb ik nog deze. Dit is de Fries eigenlijk. Maar dan echt heel lelijk gerepaint. Dus dit model ga ik overrepainten. Dus ik ga alles even eraf halen van deze verf proberen. Om het weer een beetje schoon te maken. Dus als je een leuke kleur hebt voor deze Fries. Misschien dat ik dan deze kleur ook doe. Maar dan netjes wat meer gerepaint. Want ik vind het, zie je de streep heel goed zitten. En deze heb ik dus overgekocht van iemand. Heel weinig. Want ik had een oproepje op Facebook gezet van kapotte paarden. Of hele lelijke repaints. Stuur maar door. En dus heb ik deze gekocht. Met die veuletjes erbij. Maar dan is dit dus zeg maar... Mijn volgende project is misschien een leuke video over deze Fries, hoe we hem gaan opknappen. Maar ja, kleur en zo, dat weten we nog niet. Misschien een barok pinto. Laat weten in de comments wat een leuke kleur is voor deze Fries. En dan gaan we door naar de doos, die ik dus... Het is een van de grootste, met de laatste. En ik had net mijn Instagram gezet met wat ga ik doen. En iedereen dacht dat ik fans schoenen had gekocht. En nee, ik draag dus nooit fans. Ik ben echt Fila fan. Ik heb heel veel schoenen. En... Ik draag eigenlijk nooit fans. Misschien ooit wel, maar nu niet. Schaar is handig. Ik ga een schaar halen. Wies. Oh, ik heb een schaar. Ik was vergeten om iets van een mesje te pakken. Maar ja, schaar is in principe hetzelfde. Ik ga open. Open. Oké, dat is één kant. Dat is deze kant. Het gaat niet helemaal makkelijk open, maar we komen er wel. En dit is dus... Oh. Kijk hoe leuk dit is. Maar oké, dus we hebben
Die zet ik voor mijn neus neer. En dan allemaal... Oh, kijk, zelfs nog pens papier. Dat is leuk, maar er zitten helaas geen schoenen in. Wat waarschijnlijk ook wel vrij duur is. Maar oké, we gaan beginnen. Deze vind ik... Dit is een van mijn favoriete pakketten die ik heb. En ik ga beginnen met paard 1. Dat is deze. Dit is de Indianapony. Alleen zitten er normaal teugels aan. Die zijn waarschijnlijk afgebroken. Dus daar was deze iets minder waard. Volgens mij de teugels weet ik niet of ik erbij heb gekregen. Maar dan schuur ik dit weg. En dan kijk ik of ik hem kan repainten. Gewoon zo. Of een andere kleur. Laat me weten wat ik moet doen. Want ik vind hem origineel ook echt super schattig met die vlekken. Maar dan fix ik bijvoorbeeld hier zit een stuk van de teugel die eraf is. Dat ik dat even een beetje ga opknappen. En dat ik hem gewoon leuk kan gebruiken als deze pony. Maar het is ook leuk om hem helemaal een andere Indianen patroon te geven. Dus laat me weten. Ik vind hem origineel heel leuk. Maar ja, ik weet nog niet helemaal of ik hem zo laat. En dan gaan we die eruit. En dan gaan we naar de volgende. Dat is een elfje. En er hoort een paard bij. Maar die moeten we zoeken. Dus deze. Ik denk dat jullie misschien wel weten wat paard bij hoort. Maar laat ik nog wel weten. En dan gaan we een paard zoeken. Kijken of dit... Oh, het zijn allemaal elfjes en dingetjes. Die zet ik er even naast. Want dan kan ik de paarden die direct bijhalen. En dan hebben we volgens mij... Ja, het eerste paard is hier. Eigenlijk het tweede. En dat is dan deze. Is ook heel mooi. Het is een Bayala paard. En er hoort dan een ruitertje bij. En dan is dit haar ruitertje. Ga erop. Klikt er normaal gesproken makkelijk op. Maar nu niet zo makkelijk. Maar dit is dan zeg maar de hele set. Ik heb nog zo'n Bayala paardje, maar nog met gecustomized. Dus dat ik alle teugels af heb gehaald. Misschien leuk om te doen. Maar ik wilde ook heel graag een origineel ervan hebben. Dus hier stond mijn originele. En die zit dan aan de kant. En dan moet ik eventjes al die rotzooi eruit halen. Yes. En nog een poppetje. Volgens mij hoorde dit poppetje op de kleine pony. Oh nee, dit past niet. Weet ik niet. Ik moet even kijken welke op welke past. Want die kleine heeft dus een wat kleinere ruiter nodig. Want die Indiaan die ik nu heb is wat groot. Maar ja, deze is wat kleiner. Kijken. Ja, dit is de oorspronkelijke Indiaan die erop hoort. En zo zie je de... Oh. Hij zit een beetje moeilijk, want hij geen teugels meer heeft. Maar dat is dus de Indiaan die erbij hoort. En dan gaan we door naar... Ah ja, het paard van de elf die we hebben gepakt. Dat is deze. Deze heeft echt een heel tuigding op. Super gaaf. Het lijkt me echt super gaaf paard om te kusten. Om alles eraf te halen en zo. Alleen ik heb daar nooit echt zin in. Omdat echt deze heeft een heel zadel en alles. Andere hebben alleen teugels. En dit is dan zeg maar hoe die hoort. Dus voorlopig laat ik deze zo. Als ik ooit zin heb om die deken eraf te halen. Lijkt me echt een heel gaaf paard om te kusten. Die zitten we neer. Dan hebben we nog vier paardjes. En als het goed is, hadden we nog meer elfjes. Maar ik weet niet of ik een los paard heb. Maar we zien het wel. Oh ja. Dit is ook een van mijn favorieten. Ik heb echt... Ik hou van deze paarden. Deze paard heb ik dus ook gecustomized. En deze is zo gaaf. En dat is deze. Ik zal de customized versies erbij pakken. Dit is het origineel en die vind ik zo lief. Kijk wel die veertjes in de maan en die teugels. En dat vind ik helemaal geweldig. Dan heb ik de gecustomized versie. Dit is Winnego. Die heb ik ooit van Sanne gekocht. En dan zie je hem zo naast. Ik vind hem zo leuk in het origineel. Dus het origineel wilde ik super graag hebben. Die heb ik nu eindelijk. Dus er zit een Winnego naast zijn originele. En dan kan je het verschil zien. En dan heb ik als het goed is... Daar nog een ruiter van. Volgens mij is dat deze Indiaan. Die zet het er even op. Ja, dat is deze. En die hoort dan zo met zijn boog erop. Omdat hij aan het draven is. Super gaaf. Yes. En ja. Dan kan je misschien wel voorspellen wat het volgende paard wordt. En dat is de Appaloosa Indiaan paard. Die staat dus stil. De teugels hier afgebroken. Maar als het goed is...
hoort daar precies een hand tussen. Juist. Dus deze hoort erop. Super gaaf. Deze wilde ik echt heel erg. Die Indianapaard wilde ik echt super graag. En ik vind ze super gaaf om te customizen. Die pony ga ik sowieso customizen omdat hij geen teugels meer heeft. En ja, dat waren mijn Indianapaarden. Er zitten nog twee paarden in dit pakket. En dat is dus een van mijn favoriete paarden. Die heb ik dus ook gecustomized. En het model vind ik zo leuk en zo gaaf. Dus ik weet nog wat er op Slice Heights ooit een ophef over was. Omdat ik hem had gecustomized. En het origineel en iedereen ging dat doen met dat paardje. En mensen vonden het niet goed. En dit en dat. En het is niet origineel. Maar goed, we hebben dus deze. Dus echt een van mijn favoriete Bayala-paarden. Deze. Het elfje erop. En ik heb nog een gecustomized. Die ga ik halen. En deze dus geen bloemetjes meer. Van achter. En deze dus geen bloemen meer. Kijk, dit is dan de origineel met bloemen. En dit is dan de origineel zonder bloemen en geverfd. Dit is gebaseerd op een echte pony die ik ken. En hij is zo leuk. De pony is echt heel leuk geworden. Ik moet hem eigenlijk nog een beetje opknappen. Omdat hij een beetje beschadigd is. Maar maakt niet uit. Dat gebeurt wel eens. En dan heb ik het laatste paard. Dan was ook even mijn favoriete Bayala paard. Dus ook het eerste paard wat ik had gekregen in mijn leven. En dat is deze. En dit is dan een versie zonder rijdende elf. Dus ik heb eigenlijk deze los. Bayala paard. Ik heb het elfje nog ergens van de vorige. Maar die heb ik gezegd maar gecustomized. Omdat dit er allemaal af is. Maar die heb ik nooit afgemaakt. Dus dat kan ik ooit gaan afmaken. Maar deze dus. Dus ik zo gaaf. Dus een witte Bayala paard met roosjes in de manen. En ja, die is dus binnen. Dan gaat deze doos weer aan de kant. En dan pakken we de laatste doos waar alles los in zit. Dus dat is heel vervelend. Maar het is ook meteen het grootste pakket. Dus gaan we die openmaken. En dan komt er nog een pakket. Maar ik moet even kijken welke dat is. Het is heel moeilijk om open te maken, want hij heeft heel veel getaped hier. Maar het maakt niet uit, dus het zit goed vast. Ik denk dat alles valt. Oh nee. Als je ooit sluis opstuurt, zorg dat er minimaal een plantenpapiertje omheen zit. Zodat het niet beschadigd tijdens de post. Dus het is allemaal open. En het is heel zonde als er straks iets stuk is. En dat vind ik echt niet leuk dan. Oeh, tapejes. De doos open aan de bovenkant. En hier zit echt heel veel in. Alles zit zo zeg maar zo los in die doos. Dat is heel erg jammer. Want ik hoop echt niet dat ze elkaar beschadigd hebben. Maar dan gaan we gewoon beginnen met het eerste paardje. En hoe is het klem? Ik zie al een leuk paardje. Dat is deze Palomino. Dat is een kwarter volgens mij. Hij is gelukkig helemaal onbeschadigd. Ik heb hem ook helemaal beschadigd. Dus die gaan we dan opknappen. En ik heb dus meerdere van deze Palomino's. Dus ja, dat is nummer 1. En dan hebben wij de oude kwarter paard. Die ik voor die paint heb gekocht. Dat is dus dit model en het is een super gaaf paardje. Het model echt super schattig. Dat is dus paard 2. Deze doos zit zo vol, jongens. Oh, deze heb ik dus wel. Nou, dit is de omkijkende Camargo paard, Camaro, zoiets heet die. En deze had ik al vroeger altijd Sandy genoemd. Maar ja, nu heb ik nu dus weer. Deze heb ik dus ooit verkocht. Spijt van gekrat, dus ik heb hem nog een keer gehaald. En deze kijk ik dus terug en dat vind ik super leuk in dit model. Paardje nummer 3. Hij is door. Dank u. Dan hebben wij een. Oh nee, was ik al bang voor een oud paard. Van Slijg. Alleen hij mist een oor. Hopelijk was dat al zo en is hij die niet kwijtgeraakt. Maar deze gaan we dus wat liefde geven en we geven hem een nieuw oor. Hopelijk vind ik het oor nog ergens in het pakket. Ik kan hem gewoon lijmen en hoef ik hem niet helemaal zelf te maken. Oh, een arme babypaard. Hij is helemaal beschadigd. Hij is echt heel lelijk. Dus ik denk dat we deze helemaal gaan terug herstellen in zijn oude staat. Deze komt in 1995. Is echt een heel oud paardje. Maar het is heel jammer dat hij kapot is. Dus die zetten we neer. Paard nummer 4. Dan hebben we de volgende. Dat is de Camargo Maddie. Die boos kijkt. Ja, dat is dus deze.
Dit is wel wat een nieuwer model. 2011 is deze. Want ik heb die weer gekocht voor het beter. Deze is ook vrij beschadigd. Maar dat is dus paard nummer 5. En dan hebben we daar nog de bijpassende hengst bij. Dat is de Camargo hengst dus. Dat is de witte. Deze is bovenonder helemaal vrij van schade. Het is wit, dus dat beschadigt heel snel. En deze, dit model vind ik super gaaf. Ik weet niet waarom, het heeft echt iets. En ik vind hem zo leuk. Dat is paard nummer 6. En dan hebben we nog een hele hoop. Dus hopelijk vinden we nog een oor. Wat ben jij? Want jij lijkt mij heel bekend. Oh, dat is een Arabier. Of een hengst. Dat is een Arabier hengst. Kijk eens. Ja, dat is een dit model. Deze is een 2000. Dus dat hoort bij de quarter. Dat is paard 7. En dan hebben we nog een aantal paarden. En kijk er. De Percheron hengst is dit. Dus dat is de hengst. En dan is het deze grijze. Deze is ook nog vrij onbeschadigd. Behalve op zijn neus is hij een beetje beschadigd. Dus dat is dus die. Dat is echt een heel zwaar paard trouwens. Ik weet niet waarom, maar hij is echt heel zwaar. Maar hij is wel echt heel mooi. Hij is ook heel groot. Ik ben blij dat ik die heb. Dat is een van mijn favorieten. En dan heb ik er is een... Kijk, dit was volgens mij de Clydesdale of zo. De Percheron van de Car. Deze is een grijze. De Car zou ik ook heel graag willen, maar ja. Deze is flink beschadigd, dus deze kan wat liefde gebruiken. Dus die gaan waarschijnlijk weer beter. En dan hebben we natuurlijk een van mijn favorieten, dat is de stijgerende witte hengst. En ik weet niet welk ras dit is, maar ik heb nog een zwarte stijgerende hengst. Die heb ik ook hier zitten. Die ga ik weer bijpakken. Die stijgeren zeg maar gewoon precies tegenovergesteld op elkaar. Volgens mij, nee, stijgeren precies hetzelfde. De ene is, ja, zijn alle twee hengsten. De ene is wit, de andere is zwart. Deze zijn super gaaf. En dat zijn dus deze twee. En dat zijn dus de volgende paarden. En dan hebben we er nog een paar in zitten. Dat is volgens mij de Percheron May. Zoals ik het goed begrijp, dat is een zwarte. En hij is ook heel groot en ook best wel zwaar. En dus dat is dan de volgende paard. En dan hebben we er nog drie. Dat is het laatste. En dan hebben we de Dressuur Mary. Die is heel mooi. Beetje beschadigd, maar het is echt gewoon een super gaaf paard die ik nooit heb gehad. Dus die heb ik erbij gekregen. En dan hebben we er nog een paar. En dat is hier volgens mij de Camargo Mary. Volgens mij worden die bij elkaar. Ja. Polly, die heb ik ook nog nooit gehad. Dus... Volgens mij is de Camargo, het Camargo paard. En deze komt in 2009. Die kent 2005. Waar komen die andere vandaan? 11? Ik heb geen idee. Volgens mij is het een hele andere set, maar het is wel de Camargo, volgens mij. Dus ik heb een Camargo familie. En de allerlaatste. Kun je deze zo mooi horen, maakt niet uit. En dat is de Arabische mee. Deze. Dat is echt geluid. En ja, die heb ik ook nog nooit gehad. En die heb ik misschien wel. En dan is onze doos leeg. En dat is ook het einde van deze video. Ja, vond je dat leuk? En wil je dit echt veel meer zien van mij? Dat kan. Laat het hieronder weten. Ik ga natuurlijk niet zoveel meer unboxen. Maar dat was gewoon toevallig omdat alles in één keer een hele maand gewoon alles bij elkaar kwam. Ik ga een overshot laten zien. En dat is dit allemaal. Dat is dus alles wat ik heb gekregen van de slide. En vond je het een leuke video? Laat het dan weten in de comments. Wil je het dan vaker zien? Laat het dan ook weten. Ik ga niet meer zo'n grote unboxing doen. Misschien wel, misschien ooit. Geen idee. Vond je een leuke video? Laat het weten. Vergeet niet te liken en te abonneren. En dan zie ik jullie in de volgende video. Ik